Hoe is de sfeer in de groep met de jongens? Ik denk vrij goed. Ik denk gisteren bij binnenkomst al. De groep is al lang bij elkaar. De meeste spelers, soms een paar nieuwe gezichten. Over het algemeen, de sfeer is uitstekend. Met welk gevoel kwam jij weer binnen bij Jong Oranje? Ik ben een heel blij gevoel. Natuurlijk, ik heb een aantal wedstrijden gespeeld. Vorig jaar of 2 jaar geleden. Kwalificatie. En nu was het, er zijn allemaal nieuwe spelers bij. Dus ik even uit beeld geraakt. En nu ben ik er weer, bij en ben ik blij om. Was je verrast dat je een oproep kreeg? Verrast. Ik weet niet of verrast het juiste woord is. Natuurlijk, als Jong Oranje, ik weet dat ik er aanmerking voor kom. Nog steeds, dus als die kans er komt, zeg maar, dan ga ik gewoon zoals nu. Dus die kans kan komen en dan meld ik me gewoon, ja. Jong Oranje heeft een hele kwalificatiereeks al achter de rug. Je hebt nog niet meegespeeld. Heb je de jongens nog een beetje gevolgd tijdens die reeks? Ik wel. Zeker. Elke wedstrijd wel, kijk ik wel, ja. Dat is zeker iets wat ik zeker doe, ja. Wat vond je ervan? Ik denk een aantal goede wedstrijden met een aantal minder goede wedstrijden. Zoals toen Oostenrijk uit, konden ze dik verliezen. Winnen zijn toch 1-0. Dus we denken dat we vrijdag kunnen denk ik, onze bord van dat maken, ja. Als je kijkt naar jezelf, Kopot zei vrijdag bij de persconferentie, we horen goede signalen uit Hamburg. Jeffrey is bezig om de weg naar boven weer te vinden. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, zeker weten. Natuurlijk na teleurstellend seizoen vorig jaar. Vooral met de club en het team. En het mislopen van de selectie van het EK. Heb ik toch wel even, daar ga je toch wel even bij jezelf nadenken van wat het beter moet. En heb ik dus snel uit mijn hoofd gezet, het mislopen. Ik heb dus als supporter gevolgd. Vakantie, heb ik alles gevolgd. En ik ben ook keihard gaan trainen. Ik heb extra sessies gemaakt, extra trainingen gedaan om toch weer alles eruit te halen. En, de voorbereiding was heel goed, super fit. En, de basis vouw ook, dat wil ik graag zo houden. Hoop je dat deze uitverkiezing voor Jong Oranje is een teken dat je weer in beeld bent voor het grote Oranje? Dat moeten we maar afwachten. Ik heb nu mijn kans bij Jong Oranje om hier weer te bewijzen, om weer te spelen. Dat neem ik beide handen aan, ik speel hier graag. En dat ligt aan mezelf hoe ik daarmee omga. Vrijdag tegen Oostenrijk. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik verwacht dat het wel een moeilijke pot wordt. Ja. Zoals ik al zei, uit de Oostenrijk konden we eigenlijk verliezen. Wat ik ook op tv zag. Ik denk dat iedereen moet zijn borst nat maken. En iedereen moet klaar zijn voor een zware wedstrijd. Nog 1 punt nodig. Maar natuurlijk gaan we liever met de winst vandoor. Jong Oranje kan zich natuurlijk kwalificeren voor het EK volgend jaar in Israël. Is dat iets waar je zelf graag naartoe zou willen? Ik heel graag, ja. Natuurlijk, het EK is een EK. Welke categorie dan ook. Dus het is Jong Oranje EK. Best 8 landen, dus als ik er deel van uitmaak, dan zou ik graag gaan meedoen. Ja. Laatste vraagje over HSV. Van der Vaart natuurlijk getekend. Ja. Heb je al contact met hem gehad? Ja, we hebben samen getraind. Wanneer was het? Zondag. We hebben samen getraind. Natuurlijk. Raf kent de club beter als geen ander. Dus hij kan me meer vertellen dan aan mij volgens mij tot nu toe. Dus, hij is top. Hij is daar nu. Nederlander. Ik kan me optrekken aan hem. Hij is top.